Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zaterdag tegen RKC Waalwijk. Die belangrijke wedstrijd, want er moet weer gewonnen worden. Er moeten 3 punten gepakt worden. Hier in de Goffert moet dat dan gaan gebeuren. Want na 2 wedstrijden staat NEC nog steeds op 0 punten. En de onvrede bij supporters neemt toe. Dat bleek ook wel afgelopen vrijdag natuurlijk. Ja, en hoe beleef je dan zo'n week als trainer? Eigenlijk wel goed, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat we goed getraind hebben, goed gewerkt hebben. In eerste instantie ben je teleurgesteld van vrijdag. Maar dat is al even achter ons. Maar ja, ik kan die jongens, de manier waarop we werken en dat soort dingen, daar kan ik ze heel weinig in verwijten. Nou, we hebben spelen erbij gekregen. Dat geeft ook altijd wel weer een extra boost, zeg maar. Dus ja, eigenlijk hebben we een goede week gehad die we morgen goed willen afsluiten. Een van de spelers die afgelopen vrijdag het woord voerde hier tegen supporters was Bram Nuiting. Ja, in de verdediging, 6 tegendoelpunten, dus dat gaat nog niet zo lekker. Hoe heeft hij deze week beleefd? Die vraag krijg ik... Dat is niet de eerste keer dat je die vraag krijgt vandaag. Nee, ik zei net ook al van het is gewoon een gekke week. Het is een andere week omdat je voelt de druk toch wel iets meer. Er is wat meer reuring. Bij ook mensen van buitenaf, je hoort wat negatievere dingen. Dus dan is een week wel iets anders. Maar ik zeg net ook al, kijk, dit is wel, het is voetbal. En de NEC supporters willen eisen veel van ons. En dat mag en dat moet ook. Er is door heel veel mensen binnen de club geroepen dat we een goed team hebben, dat we kwaliteit hebben. Dat heb ik zelf ook gedaan, want ik vind ook absoluut dat we kwaliteit hebben. En als je dan de eerste 2 wedstrijden verliest tegen, met alle respect, dit soort tegenstanders die gewoon hartstikke goed zijn hoor. Maar waar je wel eigenlijk punten tegen moet pakken soms. Of eigenlijk altijd wil je dat. Dan is het gewoon een andere week, omdat er dan iets meer druk bij komt kijken. En dan leef je toch wat meer met wat meer druk naar zo'n wedstrijd toe. Dat hoort er gewoon bij. Ja, en dan een nieuwe aanwinst. Gisteren werd hij gepresenteerd aan de media, Bas Dost. Ja, daar moet trainer Rogier Meijer natuurlijk ook blij mee zijn. Ja, we hoeven natuurlijk niet zoveel introductie. Ik moest alle andere spelers denk ik meer uitleggen dan Bas. Bas is natuurlijk super ervaren. Wat jij zegt, Nederlandse speler die veel ervaring overal heeft opgedaan. Die met zijn lengte en zijn vermogen om doelpunten te maken natuurlijk ons iets extra's geeft. Nou, we weten ook dat hij geen voorbereiding heeft gehad, althans niet in een selectie. Dus daar gaan we voorzichtig mee om. Maar hij zal morgen erbij zijn en daar waar nodig zullen we hem inzetten. Maar ik ben heel blij met de komst van Bas. Ja, en natuurlijk hebben wij zelf ook even met Bas Dost gesproken. Want ja, waarom heeft hij eigenlijk gekozen voor NEC? Nou ja, omdat het eigenlijk gewoon hartstikke goed voelde. Ik heb gesprekken gevoerd, meerdere gesprekken gevoerd met meerdere clubs. Maar dit voelde gewoon vanaf het begin goed. Ja, hoe ben je eigenlijk de tijd, je zit even zonder club, hoe ben je die doorgekomen? Ik heb natuurlijk veel voor mezelf moeten trainen. In eerste instantie na de play-offs heb ik natuurlijk vakantie gevierd. Maar dat houdt een keer op, want je wil weer beginnen. Ik was standaard 3 dagen in de week was ik in een hotel. En dan dat is natuurlijk niet altijd even leuk om dan weer te zeggen thuis van hey, toedeledokie, ik ben weer 3 dagen weg. Dus dat was een bewuste keus. En dat is ook fijn dat dat vanuit thuis uit begrepen wordt. Dus daar zag ik al wel dat ik nog eigenlijk heel veel zin had om door te gaan. En daarom was het ook niet zo moeilijk om elke dag voor jezelf te gaan trainen. Ja, je zegt daardoor wist ik wel dat ik door wilde. Vorig seizoen heb je even getwijfeld voordat je naar Utrecht kwam. Dat was er nu niet? Nee, totaal niet. Nee. Wat was dan het verschil voor je? Ik voel me gewoon hartstikke fit. En de drive is er nog. Ik merk gewoon enorm, ook zoals vandaag, dat je weer op trainingsveld staat. Het is ook zo leuk om met die groep weer bezig te zijn. Maar ja, ik voel nog gewoon, ik zie dat grasveld hier. En dan wil ik gewoon weer, je ziet die goal en je wil gewoon scoren. Je wil gewoon met het publiek vieren dat er, plezier is. En dat voel ik nog heel erg. En zolang ik dat voel, heb ik het gevoel dat ik gewoon door moet gaan. Ja, RKC die komt dus naar de Goffert morgen. Staan ook nog op 0 punten. Vorig jaar lag de ploeg goed hier, want er werd 2 keer van gewonnen met ruime cijfers toch wel. Hoe ziet trainer Rogier Meijer dat nu?
Ja, is denk ik een beetje hetzelfde als ons. Hè. Er zijn ook veel jongens weggegaan, veel nieuwe spelers. Dus dat heeft ook tijd nodig. Dat hoor je ook bij hun elke keer terugkomen. Zelfs nu zijn we nog bezig met nieuwe spelers om spelers in te passen. Dat geldt ook voor RKC. Nou, twee wedstrijden verloren, wij twee wedstrijden verloren. Ik denk zeker dat we de laatste wedstrijd verbetering hebben getoond ten opzichte van de eerste. Nou, dat willen we doorzetten. Ja, wij begrijpen zelf het belang van de wedstrijd uiteraard ook. En dat nemen we mee. Nog één week, komt er nog iets bij? Ja, dat is een goede vraag. Dat moet blijven. Maar jouw wens, komt er nog iets bij? Heb je dat kenbaar gemaakt? Er moet nog iets bij gewoon, toch? Ja, wel. Daar hebben we het ook over gehad. En dat zullen we aankomende week zien of dat haalbaar is. En dat hangt, wat ik net al zei, van meerdere dingen af vaak. Maar dat is wel de wens. Ja, staat de drukte wel echt op? Voel je dat ook? Bij jezelf misschien ook wel? Nou, eerlijk, nee. Ja, dat klinkt misschien heel gek, maar ik ben gewoon bezig met hetgeen hier op het veld. En dat vergt al heel veel energie. En natuurlijk weet ik ook wel het belang van deze wedstrijd. Alleen ja, ik focus me op het voetbal. En dat probeer ik ook bij die spelers neer te leggen. Jongens, dat kun je beïnvloeden. Ja, en dan heb je er ook niet zoveel last van. Het weekend mooi afsluiten zaterdag. Ik hoop het echt. We gaan er 100% voor en we moeten gewoon keihard vechten. En die punten moeten komen. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe NEC-update. En wil je op de hoogte blijven, volg me dan even op de sociale media, op X, op Instagram. En ook op TikTok ben ik te vinden met de NEC-update. Graag tot de volgende update.